The Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation Project, GCCA+, heeft vanmorgen de tweedaagse workshop De Impact van Klimaatverandering op Suriname geopend. Deze is in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Journalisten en Stichting Scrivi gehouden. Het doel van de workshop is om de laatste ontwikkelingen rond klimaatverandering te delen met journalisten en ze de tools te geven hoe de aandacht te vestigen op het onderwerp. Volgens Heidi Malone, projectmanager van de GCCA+, heeft de organisatie de media nodig om die vertaalslag naar de samenleving te maken over het onderwerp klimaatverandering. En daarom hebben we de journalisten nodig, daarom hebben we de mediahuizen nodig. Om die vertaalslag van de onderzoekers, de mensen van de universiteit, de mensen van projecten, om die vertaalslag te maken van al die interessante en belangrijke informatie die op een dusdanige manier is geformuleerd. Dat niet iedereen het kan verstaan. Mijn grootmoeder en mijn moeder, die gaan het niet verstaan. Daarom hebben we de media nodig en daarom is het belangrijk dat de media betrokken wordt in alles wat we doen wat klimaatverandering aangaat. GCCA moet climate change resilience verhogen, weerbaarheid van Suriname verhogen. Hoe hebben wij dat tot nu toe geprobeerd te doen? In het project is aangegeven dat wij dataverzameling moesten gaan verbeteren. De capaciteit van de instituten die daarvoor verantwoordelijk zijn, moest verhoogd worden. Wat hebben we toen gedaan? We hebben met assistentie van experts op het gebied van equipment wat betreft dataverzameling over weer en klimaat, maar ook over dataverzameling van wat er gebeurt met ons water. Die hebben we geraadpleegd en die hebben ons geassisteerd. Winston Lakin, ambassadeur van Milieuaangelegenheden, heeft de workshop geopend. Lakin geeft aan waarom deze workshop zo belangrijk is. Er is een enorme behoefte daaraan dat de vertaalslag van wat klimaat en de gevolgen daarvan te maken hebben met de wereld, of vooral in het specifieke geval van Suriname. Wetenschappers zijn al decennia lang bezig met onderzoek over klimaat, wijzigingen en de gevolgen daarvan. Mens, natuur en op samenleving. Eén ding staat vast, dat de negatieve klimaatveranderingen altijd te maken hebben met negatieve menselijke handelingen. Elke keer wanneer er onevenwichtigheid is in een environment in kleine heeft te maken met menselijk gedrag. Vandaar dat het heel belangrijk is dat informatie, awareness, besef, data naar mensen toe gaat om te weten wat zijn de consequenties van handelingen die mensen plegen, wanneer het gaat om productstof, industrie of whatever, wat zijn de gevolgen daarvan. Winston Lakin, ambassadeur van Milieuaangelegenheden voor Suriname. Hij heeft vanmorgen de tweedaagse workshop over klimaatverandering geopend. De workshop wordt morgen afgesloten met een fieldtrip de weg naar zee. De workshop is gehouden in de bankethal van Hotel Torarica.